De held van het jaar is bekend. Wat ons bij de Telegraaf betreft kan het er maar eentje zijn. Andy Jansen. De 25-jarige Tilburger verrichtte zijn heldendaad meteen al op 1 januari, toen 2015 nog maar net begonnen was. Met gevaar voor eigen leven redde hij een baby van 6 maanden uit het brandende huis van zijn overburen. En ondertussen filmde hij dat ook nog eens. Nu dus held van het jaar. En zijn vriendin is natuurlijk apetrots op hem. Mijn helte. Ze roepen dat het brand was. En op een gegeven moment, ik kijk naar de voordeur en bleek dat de gang in vuur stond. Dus hij trapte de voordeur in. En op een gegeven moment hoor ik dat er een kleine boven in bed lag. Dus ik ga over de dak heen, over het lage dakje van het huis. En zo hebben we de kleine het huis kunnen halen. En hoe voelt dat nou om Telegraaf held van het jaar te zijn? Ja, goed. Ja, eigenlijk gewoon hetzelfde. Ja, je hebt iets gedaan, maar over het algemeen, dagelijks leven is gewoon hetzelfde, dus... Ja. Is er iets veranderd voor je? Nee, op zich niet. Ja, je krijgt dan wel leuke berichtjes en noem maar op, ja, wat je normaal niet krijgt, maar over het algemeen is hetzelfde. Ja, ik zat gewoon binnen, dus ik wist van niks. Toen op een gegeven moment mijn broertje kwam van, wil je naar Andy? En dat wilde ik natuurlijk wel. Ja, toen zie je hem zo zitten, krampeer met zuurstof, ja, dat schrik je wel even. Maar je bent wel de wederhelft van een held, hè? Ja, en daar ben ik ook apetrots op. Wat zijn deze medailles, Andy? De zilveren medailles die ik heb gehad van de burgemeester. Van het Carnegie Heldenfonds? Ja. Dus je bent toch een held? Blijkbaar. Een terechte titel, maar Andy hield wel een nare bijsmaak over aan zijn optreden, want de ouders van de baby die hij gered heeft, hebben namelijk nooit iets laten horen. Om alles te verwerken heeft Andy zelfs in een praatgroep gezeten. Nou, vanavond hoopt hij op een rustige jaarwisseling, maar goed, als het moet, heeft hij gezegd, komt hij weer in actie.